Debbie de Jong, bekend van BNB Vol Liefde, onthult haar overstap van de televisiewereld naar het runnen van een bed-and-breakfast in Spanje. Ze deelt haar beweegredenen, geïnspireerd door persoonlijk verlies en de drukte van de televisieindustrie. In Chateau Meiland-Vips blikt Debbie terug op haar televisiecarrière, waarbij ze de constante druk en hectiek benadrukt die gepaard gaan met werken achter de schermen. Ze beschrijft de stressvolle werkomgeving en haar behoefte aan meer rust en persoonlijke vervulling. Debbie's keuze om een BNB in Spanje te runnen biedt haar de mogelijkheid om een andere levensstijl te omarmen, zij het met zijn eigen uitdagingen. Ze geniet van het creëren van een gezellige sfeer voor haar gasten, maar erkent ook de constante aanwezigheid van vakantiegangers als een uitdaging. Terugkijkend op haar tijd bij BNB Vol Liefde reflecteert Debbie op de nominatie voor de gouden televisering en de teleurstelling van het verlies. Ze prijst het harde werk van de makers en benadrukt het intense productieproces achter het programma. Waardoor ze het jammer vindt dat ze niet hebben gewonnen.